Hallo en welkom bij een nieuwe video van Human Make Garden Plants. Vandaag ga ik een forsythia stekken, oftewel een Chinees klokje. Ik heb deze al een tijdje en deze groeit nogal raar. Die groeit helemaal raar die kant op, zoals je ziet. Dus ik ga hem afknippen en stekken. Natuurlijk heb je een snoeischaar nodig. Ik knip net af boven een nieuw scheutje. Dit doe ik bij elke tak die ik afknip. En deze ook. Even van de andere kant. Hier kom ik er beter bij. Dit zijn de stekken die ik heb genomen. Dit zijn scheuten van vorig jaar. Dus deze zijn nog aardig nieuw. En ik ga ze in stukken knippen, zoals hier elke keer net boven een scheutje afknippen. Deze ook. Deze doe ik dus in 4. Deze was nogal lang. De volgende. Deze doe ik in door de helft. Deze, ik knip hem hier af, dan heb ik hier een stek, nog een stekje en deze ook nog. Hier zitten al wat kleine nieuwe scheutjes aan, dus die gaat heus wel groeien. Deze tak is dood, dus ik knip hem hier af. Dan heb ik één stekje. Ik kan er ook 2 van maken nog, eigenlijk. Dit zijn de stekken waar ik mee ga werken. Ik heb hier een pot met water. Ik heb hier een glazen pot. Even kijken, er was hier eentje die had alleen een stam. Deze, die zet ik er zo in. En er was er nog ergens een, maar... Die ben ik even kwijt. Deze ga ik de onderste ervan afhalen. Onderste scheutjes. Zodat dat stuk mooi in het water kan. En deze precies hetzelfde. Onderste scheutje eraf. Stammetje in het water. En de rest laat ik er eerst aan zitten. Behalve als het natuurlijk allemaal doodgaat, dan moet je het natuurlijk wel elke keer afhalen. Deze ook weer de onderste eraf. Nog eentje. Zodat hij mooi in het water kan staan. Deze ook, die zet ik er zo in. Deze ook de onderste scheutjes eraf. Zo. In de onderste scheutjes ga ik ze ook nog wat mee doen. Deze gaan er ook af, zodat deze zo in het water kan. Oh ja, het stammetje met een paar kleine scheutjes, die gaat er ook bij in. Die moet er helemaal in, denk ik. Ja. Deze ook, de onderste scheutjes eraf. Gewoon schuin eraf drukken. En dan hebben we deze kleintjes nog over. Ik pak hiervoor even een kleine potje, want dit gaat denk ik niet werken. Nee, dit wordt hem niet. Ik pak hier even een kleine potje voor. Dit zijn de kleine scheutjes die er vanaf komen. Je ziet hieronder nog een beetje stam zitten. Dus als het goed is, willen die ook nog net wortelen. En dat gaan we even bekijken of dat ook zo werkt of niet. Deze zet ik in een kleine potje met een klein laagje water weer. Zoals je ziet hier zit er nog een beetje stam aan. Klein stukje.
Dat gaat natuurlijk net in het water. En dan gaan we kijken of deze het ook gaan redden. Bij sommige haal ik nog wel even de onderste blaadjes eraf, want dat zijn dan grote blaadjes en die dan in het water gaan liggen is niet handig, want dan gaat het rotten. De grote pot met de grote stekken laat ik buiten staan en de kleine die zet ik binnen, want anders waait het met wind om. Deze haal ik ook nog even de onderste eraf. Dit zijn de twee potjes met stekken. Deze blijven mooi buiten staan. En zoals je ziet, alle stammetjes staan in het water. Probeer geen bladden in het water te doen, want dan gaat het rotten. En dan hebben we deze nog. Die gaan er zo meteen ook nog bij in de kleine pot. Maar dat doe ik zo. Dit zijn de twee potjes met stekken die ik ga maken en ik ga jullie in volgende video's laten zien hoe dit afloopt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!